openbare gegevens zijn voor mij als zuurstof. Ik heb die nodig om mijn werk te kunnen doen. Donderdag stonden twee partijen in het conflict over het al dan niet openbaar maken van bezoekersaantallen aan Haagse festivals tegenover elkaar in een hoorzitting voor de adviescommissie bezwaarschriften in het Haagse stadhuis. De zitting ging over een rapport die geschreven is door onderzoeksbureaus, waarin de bezoekersaantallen van Haagse evenementen zijn gemeten volgens een methode die redelijk betrouwbaar is. De gemeente Den Haag wil die cijfers niet naar buiten brengen. En vermoedelijk omdat er discrepanties zijn tussen wat de organisatoren zeggen en wat er in het rapport staat. Afgelopen week werd tijdens de raadsvergadering duidelijk gemaakt waarom de gemeente de stukken geheim wil houden. Voor controle op het gevoerde beleid is het van belang dat in het openbaar gesproken kan worden over de werkelijke bezoekersaantallen van evenementen. Dit is een van de belangrijke criteria en een grondslag van een aantal andere criteria voor toekenning van subsidies. U moet zich realiseren, juridische zaken houdt dat niet voor niets geheim. Ze hebben dat geheim gehouden en ik heb hen gevraagd, op basis van de vraag die u mij stelde, kunnen we dat openbaar maken? Ik kom daarmee met een antwoord, dat is glashelder, dat heb ik gezegd. En als dat kan, doen we dat ook. En als dat niet kan, zal ik beargumenteren waarom dat niet zo is. En dan is aan u uiteindelijk de afweging of dat zeg maar, nou ja, acceptabel is of niet. Waarom is het zo belangrijk dat dit vrijgegeven wordt? We hebben als gemeenteraad dus ook gezegd dat deze cijfers vrij moeten komen. Dus het college heeft voorgesteld om te zeggen, nee, deze cijfers houden we geheim. Als gemeenteraad konden we al daar geheim in kijken. En wij zagen dus, ja, hier is echt geen enkele reden om te zeggen dat deze cijfers geheim moeten blijven. Dus inmiddels is er door een aantal evenementenorganisaties een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen. Omdat zij natuurlijk een belang bij hebben dat deze cijfers niet openbaar komt. Omdat zij andere cijfers communiceren dan de cijfers die uit zeg maar wetenschappelijk onderzoek naar voren komen. Directeur van Parkpop, Guus Dutreux, geeft naar aanleiding van de rechtszaak aan dat hij als voorzitter van sectoroverleg Haagse evenementen tegen de openbaring van de bezoekerscijfers is. Hij vindt het een inaccurate onderzoeksmethode en zegt geen baat te hebben bij het publiceren van onjuiste cijfers. Nou, dat is best moeilijk te peilen, zeker als het evenementen zijn in de openbare ruimte. Hè? Gratis evenementen, zoiets als de CPC-loop, is lastig in te schatten. Maar daar zijn nu dus methodes voor om dat beter te doen. En de methode die de gemeente gebruikt heeft, is een van de methodes die redelijk betrouwbaar lijkt te zijn. En is het niet veel betrouwbaarder om gewoon met een tikkertje daar te gaan staan? Ja, dat kan niet altijd. Hè? Dus dat tikkertje kan als je een afgesloten toegang hebt. Maar als je gewoon een evenement in de stad hebt, dan kun je niet mensen dwingen langs een tikkertje te lopen. Over 4 weken zal een beslissing worden genomen over de geheime bezoekersaantallen.